De Europese eenwording is een geweldig succes, want dankzij de Europese Unie leven we al decennia in vrede en veiligheid met een enorme welvaart. We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Er wordt een generatie volwassen die zich meer Europeaan voelt dan haar ouders. Welke Europese toekomst bieden wij die nieuwe generaties? Europa en de Verenigde Naties zijn niet altijd populair. Maar verantwoordelijk leiderschap betekent voor mij dat we pal blijven staan voor de grondrechten en de instituties die deze bewaken. En voor de solidariteit en samenwerking die zij vereisen. Groningen helpt Brabant. Frankrijk helpt Italië en Duitsland helpt Nederland. Waar de een het niet aan kan, neemt de ander het over. En die solidariteit moet Nederland ook laten zien in Europa. Nu de doodskisten door de straten worden gereden, moeten we onze vrienden helpen. Onverkort en onvoorwaardelijk. Perhaps you need an outsider, somebody who's not European, to remind you of the magnitude of what you have achieved. So I say to you, the people of Europe, don't forget who you are. You are the heirs to a struggle for freedom. You're the Germans, the French, the Dutch, the Belgians, the Luxembourgers, the Italians, who rose above old divisions and put Europe on the path to union. Laten we trots zijn op Europa. Dit is het continent waar we niet bang zijn voor de ander, maar ook hebben voor elkaar, al 75 jaar lang.